Rallycross 1971, dames en heren, betekent dat we niet meer in Venlo zijn op het rallycross-circuit aldaar, maar in Valkenswaard. Waar de Nederlandse rallycross-vereniging in samenwerking met de directie van het Eurostrand een magnifiek nieuw rallycross-circuit heeft laten aanleggen. 1970 betekent ook het debuut van ex-motocrosser Jan de Rooij, die met een DAF 55 meteen nationaal en internationaal rallycross-kampioen van Nederland wordt. En later met de vierwiel aangedreven DAF rijdt, het Bultje. Maar vorig jaar was het dus achtwiel aandreven en nu hebben we dus vierwiel aandreven gemaakt. Is dat speciaal voor jou gedaan? In hoofdzaak wel, ja. Maar je hebt natuurlijk wel een voordeel. Jij beperkt je rallycross activiteiten niet meer alleen tot Nederland. Wat ga je dit seizoen allemaal doen? Waar ga je naartoe? Nou, tot in dit seizoen zijn dus op het moment zeg maar dus elke zondag en zijn dus acht landen waar we dus dit seizoen aan deel gaan nemen. En ja, Jan de Rooij is natuurlijk zo ontzettend snel met die vierwieldaf. Dat is hem heel moeilijk te pakken.